En we hebben onze eerste uitdaging al gehad. Die raakt uit balans en die valt zo te pletteren op de grond, zeg. Dus ik zet hem in en toen besloot Omi Joep even een kijkje te nemen in de dynamo's. En weer terug te komen. Welkom bij weer een nieuwe video. Ja, je ziet het goed. Ik heb weer mijn sportoutfit aan. Ik ben er weer klaar voor. Het is nu 4 januari en de vierde dag dus dat we goed bezig zijn op ons eten aan het letten en aan het sporten. Ik ga nu, Sergio naar zijn werk is en Jesse Silver op bed ligt, ga ik weer een half uurtje ongeveer op de loopband. Daarna ga ik wat oefeningen doen die ik met de fysio heb besproken. Ik wil even kijken of ik nog wat yoga oefeningetjes kan doen en afsluiten met meditatie. En het lopen doe ik nu met Netflix aan op de computer. Ik ben nu op dit moment Rookie aan het kijken. Zit erop. Ik heb schijnbaar bijna 700 calorieën verbrand vandaag. Zo hé, moet niet gekker worden. Nou, het is alweer tijd om mijn pillen in te nemen. En dat doe ik lekker met prikwater met munt erin en ijsblokjes. Is lekker joh. En voor de mensen die willen weten wat ik allemaal slik. Nou, in de ochtend neem ik dus 1 vitamine C van 1000 milligram, dus sterk. En s'avonds probeer ik rond 10 uur te doen, is 1 letrozol, dus dat is mijn antihormoonpil. Glucosamine en chondroitine, dit helpt echt ontzettend goed tegen mijn problemen met mijn voeten in de ochtend. En calcium, vitamine D en tegenwoordig ook met vitamine K1. Ik had altijd een touwtablet van de vitamine D en de calcium. En die was wel lekker. En toen bedacht Sergio van ja, maar we hebben ook dit. En dat is misschien nog beter. Maar dat zit in zo'n, ja, zo'n pilletje dat als het water mee in aanraking komt, dan smelt die. En het smaakt echt super ranzig. Dus dat is heel fijn. Maar goed, zonde om hem weg te doen natuurlijk. Hij zit nog behoorlijk vol, dus ik moet er nog even mee doen. Maar gelukkig kan ik over het algemeen, dan adem ik in. Dan doe ik die pil in, dan ga ik drinken. En dan zorg ik dus eigenlijk dat ik geen connectie maak met mijn neus, met mijn reuk. Dus daardoor kan ik dus eigenlijk een paar keer dingen inslikken zonder dat ik het proef. Nou, misschien een tip voor jullie. 2 tabletjes, dus de glucosamine chondroitine. En dan deze gore calcium dingen. Let op. Dan pas weer ademen. Ik proef er niks van. En de allerbelangrijkste niet vergeten.
mijn lifesaver. Het is weekend! Weekend! En we hebben onze eerste uitdaging al gehad. Ja. Namelijk een gezellige nieuwjaarsborrel met onze buren. Dat was wel heel gezellig. Dat was zeker heel gezellig. Hoe ging het jou af? Volgens mijn schema eigenlijk. Oké. Okay. In die zin dat ik heb een wijntje op. En Nootjeen die had iets lekkers meegenomen omdat ze jarig was. Maar ik dacht eigenlijk dat het iets van vegan gezond... Ik weet niet waarom, maar omdat Tim is natuurlijk vegan. En ik dacht dat het even een carrot cake-achtig gezond iets was. Maar het was gewoon een hap zeer smakelijke honing met griesmeel. En de rest van de avond heeft de rest van het bord... Zeno, ik sta hier, eet mij op! Dus dat was wel lastig. Ja. Maar de bitterballen hebben niet aangeraakt. De chips hebben niet aangeraakt. Ik heb alleen jouw bil af en toe aangeraakt. Dat was mijn... Dat is spek. Dus dat mag. Ja, ik heb alleen een beetje van die chorizo worstjes. Of wat voor worstjes zijn dat? Ja, nee, salami. Maar dat mag toch volgens mij? Ja, dat mag. Ja. En komkommer en tomaatjes heb ik allemaal op. Super goed. En ik heb water genomen. Spaarrood. Ja. Dus ik was helemaal goed bezig. Maar ik heb wel honger. Ja, dus ik heb nu de soep klaarstaan. Maar ik dacht dat je kip klaar had staan. Je zegt, ik heb hele lekkere kip. Nou, ten eerste ben ik nog niet klaar. Oh. Maar inderdaad had ik die er niet bij gedaan. Want hier zit kip in. Ja. Maar als jij zo'n kipje erbij was, ook prima. Maar ik wilde vragen of dat jij de rijst in wil of niet. Nee. Nee, dat dacht ik al. Dus ik heb, maar ik had gisteren geen rijst. Ik had die bloemkoolrijst nog op van de dag daarvoor weer. Dus ik heb nu één... het zijn er twee eetlepels rijst. Zilvervliesrijst. Zit daar zo in, zit erin. En... en verder zit er niks in wat we niet mogen. Nee. Dus dat is helemaal, helemaal binnen de perken. Helemaal top. En ik moet ook nog mijn koffietje. Je koffietje? Ja, die heb ik al op. Maar ik gebruik wel amandelmelk. Dus maar ja. Leg daar maar neer. Ja, hier zit die rubber. Dat is anti-glij. Dus die glijdt niet. Nee, glijdt niet. Nou, Jesse Silver die heeft lekker met de buurjongen bij een kampvuurtje gezeten. Je hebt wat marshmallowtjes gegeten en dat soort dingetjes. En die zit nu in bad, of onder de douche, want die is dus wat als roet. Ja, dat zag er weer leuk uit. En alles heel zijn nagels dan ook gelijk zo zwart. Ja, maar hier, dit is dus de kip. Dus ja. En Jessie die was mee en die heeft deze uitgekozen. Oh, lekker. Turkse worst. Yummy! Ja, niet schrikken, je ziet het goed. We zijn weer in een sportoutfit. Ja, dit is zo'n dag dat je eigenlijk gewoon moe bent. En eigenlijk gewoon in bed wil liggen. Toch? Of in bad, of op de bank. Maar dat we toch even wat gaan doen. Even een beetje doorzetten. Ja, we gaan het wel wat rustiger aandoen vandaag. Dus we gaan eventjes wat Pilates doen. Dus niet op de loopband vandaag, maar eventjes samen aan de Pilates en een meditatietje, denk ik. Oh ja, Sergio die heeft ook iets moois. Ja, iets moois bedacht voor in de... Nou ja, bedacht. Ik heb helemaal zelf bedacht. Helemaal... op een patent op aangevraagd van alles. Voor in de, het, ons washok, natuurlijk, die we nog steeds willen verleukenen. Ja. Is dat een woord? Verleukenen. Verleukenen. Een woord dat je niet vaak hoort. Nee. Maar, nou ja, wat ik wilde zeggen was, je had natuurlijk een leuk droogrekje gekocht bij Zeeman was het volgens mij. Ik weet niet meer, Action iets. Ja, die was echt fantastisch slecht. En nu? Hoppakee. Hoppakee. We hebben er twee zelfs, twee lijnen. Als je hem dus uit hebt getrokken, dan moet je hem hier op lok zetten. Want als je er dan iets aan hangt, dan blijft hij lekker strak. Ja, top.
Maar wat nou als ik er geen zin meer in heb? Dat ik denk, ben wel klaar ermee. Ja, wat nou? Het is droog en je hebt het opgevouwen en je denkt, het is goed zo. Zo. Had ze vast. Kind kan er wassen. Ja, je denkt, hoe komen we daar nou weer op? Nou, onze washok zit bij onze sportstudio. Dus ja, weet je? En daarnaast is onze dartbaan. En, dus, en onze muziek vlogstudio. En het is nog een beetje een ratje toe van alles. Maar goed, we'll manage. Ja, ik... Wat nou? Ja, nou ja, gewoon als je dan zo rondloopt, dan denk ik, oh, we moeten zoveel dingen doen en... Ja, het moet niet, maar we willen het. We willen het gewoon leuker maken. Het echt een leuk, speciaal, opgeruimd hok. Hè? En nu is het gewoon, ja, alles is overal... Wat nou? Ja. Hè, wat nou? Ja. Ja, het gaat wel komen. Hè? Maar het heeft niet echt een prioriteit nu op dit moment. Even nog een tv-meubel. Het is niet dat we er niet door kunnen leven, inderdaad. Nee. Het is zo'n rommeltje en je koopt allemaal dingen en dan... Overal blijven er dan hier en daar blijft weer een doosje liggen. En daar weer een kabeltje. En daar weer een briefje. Ja, het zou leuk zijn als we dit gewoon echt een mooie toegevoegde ruimte kunnen maken. Dat we daar echt iets tofs mee doen. Ja. 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 Nou, we zijn weer klaar. En we hebben toch iets meer gedaan dan wij in instantie dachten. Want dan raak je daar toch op een gegeven moment een beetje in of zo. Dus we hebben ook nog wat... andere oefeningen gedaan. Nog wat krachttrainingjes gedaan. Een beetje gebokst. En geëindigd met mindfulness. Ik ga even mijn pillen innemen. En dan gaan we even ons schoon douchen. Morgen. Nou, vandaag krijgen we gezellig vrienden op bezoek. We gaan even kletsen over hoe we het gaan aanpakken om naar Sicilië te gaan samen. En eventueel te kijken naar huizen. Geen idee of dat echt gaat lukken. Maar het is in ieder geval wel iets waar we graag naar willen kijken en onderzoeken. Maar ik moest even naar de apotheek, want mijn letrozol is op. En het ideale is dat ze dus een pakketservice hebben. Een soort van kluis die je dus dan op je eigen tijd kan komen ophalen. En dan krijg je een code toegestuurd. En het is nu dus zaterdag. Hij blijft wel maar 3 dagen liggen. Dus toen dacht ik, ik moet hem even snel gaan halen. Dus dat ga ik zo doen. Onderweg hier naartoe zie ik net echt op de fiets iemand, een oudere man, gelukkig een helm op. Die dus bij het stoplicht gaat staan. Die raakt uit balans. En die valt zo te pletteren op de grond. Zeg. Dus ik snel de auto aan de kant. Maar gelukkig stond er een man achter. Die ook snel van zijn fiets afsprong. En de meneer heb geholpen. Maar je kan zo fout terechtkomen dan. Hè? Dat je gewoon, gewoon je balans uit balans raakt. En dat je dadelijk een heup breekt of zo. Nou, ik hoop dat het meevalt. Ik ga even mijn pillen halen. Sergio die is weer aan het koken. En ik ben op dit moment bezig. Ja, je hoort het goed. Ik ben op dit moment bezig. Met iets te maken voor ons. Om te lunchen. Ik dacht, wat is nou? Wat hebben we nog in huis en wat kunnen we ermee? Nou, ik ga lekker gevulde eitjes maken. Even de eitjes koken. En dan daarnaast... de binnenkant lekker met mayonaise, want dat mogen we ook. Wel kijken of je de goede mayonaise hebt die het minste slechte dingen bevat. Hè? Slechte suikers. Wij zijn uitgekomen op de Zaanse mayonaise. En die lekker roeren. Een beetje zout, een beetje peper. Niet van alles te veel. En een klein beetje wat jij er nu op doet. Peterselie wilde ik er nu op. Is dat niet? Ja. Toch? Maar van die hele kleine groentjes. Ik vind dat altijd wel vullen. Ik vind gek genoeg altijd een gekookt ei, of dit dan, meer vullen dan dat ik een scrambled egg maak. Terwijl ik een scrambled egg vind ik echt heel lekker. Maar daar moet dan toch iets bij of zo.
Maar dat komt omdat ik dat altijd heel luchtig klop. Ja, maar ook als ik het zelf maak. Oh. Maar hoe zou dat komen? Ja, ik weet het. Nou ja, misschien heeft het daar wel mee te maken dat een gekookt ei wat vaster is. Ja. Ja, dus als ik dan zeg maar bijvoorbeeld 3 gekookte eieren eet, zit ik veel voller dan dat ik 3 eieren in mijn als scrambled egg maak. Dan denk ik, nou, kan er nog maar 3. Ja, ja ik weet niet. Ik denk dat dat het is. Ik ga hem dus even onderzoeken. Ja, onder ook, hè? Oh, misschien daar wel. Onder en boven. Wauw, oké. Probeer eens. Onder en boven. Oh. Ja! Ja! Kijk, kunnen we zo. Hoppakee. Oh, onder en boven. Ja, maar is de lucht kwijt. Ja. Oh. Oh. Mag ik mijn vinger terug? Nee. Ga weg, joh. Ik ga altijd zout doen. Totdat het hele zout op is. Nou, dan kunnen we het niet meer eten. Dan kunnen we het niet meer eten. Ja, dan mag je het lekker in de prullenbak gooien. Hey, maar dat is ook eten voor jou, hè? Dat zal maar niet doen. Weet je wat? Voor de veiligheid doe ik wel het zout. Zelf wat verrouwd. Kijk, waar is de paperbusje? Weet je dat? Ja. Deze toch? Ja. Oké. Okay. Ga jij het doen? Oké. Okay. Ja, hou maar. Goed zo. Dat ziet er lekker uit. Hebben jullie dit al een keer gemaakt? Ja, toen je klein was, had ik het wel eens gemaakt. Maar dit lijkt wel een beetje op een aardappel ding. Ja, aardappelpuree. Ja. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Ga maar gedag zeggen. Daar dagen. Niet smakelijk. Ja, dan sta ik weer in mijn sportoutfit. Vandaag hadden we de eerste uitdaging, want we gingen dus met vrienden ergens eten. Even een drankje doen en eten. En ik vind eigenlijk dat ik het heel goed heb gedaan. Ik heb, zoals ik mezelf heb beloofd, 1 latte macchiato of een cappuccino beloofd. Dus die heb ik daar lekker genomen. En waar ik normaal gesproken heel veel moeite mee heb, is dat koekje die er standaard bij wordt gegeven. Maar die heb ik gelijk, huppakee, weggedaan. Dus dat was al overwinning 1. En daarnaast heb ik gekozen voor een Caesar salad met kip. Waarvan ik dus de croutons heb laten liggen. Die ik eigenlijk juist zo lekker vind. Dus ik vond het goed van mezelf. Nu ga ik weer even een half uurtje lopen. Maar er toch weer toe gezet. Sergio heeft er ook wel een beetje moeite mee nu. Dat hij denkt, eigenlijk geen zin. Eigenlijk een beetje moe. Maar ik heb gemerkt dat ik me toch... er gewoon even toe wil zetten. En ik zet gewoon weer even lekker mijn serietje aan. En als ik dan meestal bezig ben, dan heb ik ook wel weer zin om even iets anders te doen. En zo niet, dan niet. Maar dan heb ik in ieder geval een half uurtje gelopen. Wat weer goed is voor mijn conditie en mijn skelet. Dus dan hebben we weer voldaan aan wat goed voor me is. En ik hoop dan weer mijn ringetjes, mijn dagelijkse doelen te hebben behaald. Zo, een hele goede morgen. Wij zijn weer up and running. Sergio heeft vanochtend nog gewerkt. En wij zijn nu onderweg, of we gaan nu weg naar Tilburg voor een familiereunie. Zo, alles weer gepakt. En we gaan misschien ook nog een liedje zingen. Dus we hebben voor de zekerheid maar even alles meegenomen. Ja. Thank you.
Zo, Jut en Jol zijn weer thuis. Ik ben kapotski. Is dat de jouwe of de mijne? Nee, dit was de mijne. Ja, de jouwe. Die riep de jouwe. Ja. Nou, dat was een super memorabel feestje. Ja, deze is er even in de boeken. Deze gaan we over 30 jaar nog vertellen, inderdaad. Ja, want... Oom Joep die besloot eventjes... tijdens This is the Moment. This is the Moment, inderdaad, die ik voor Andrea heb gezongen toen ze volgens mij 50 werd. Dus ik zet hem in en toen besloot Oom Joep even een kijkje te nemen in het hiernamaals. En weer terug te komen. Oom Joep, die werd even helemaal niet lekker. En die was er even niet meer bij. Nee, hij was begonnen heel erg te brabbelen en een beetje verward te doen. En ze is op een stoel gezet. Nou, twee pilsjes op. En Oom Joep is niet meer de jongste. Maar op zich geen reden om ineens zo out of this world te doen. Ja, tenzij je ineens iets in je hoofd krijgt natuurlijk. Maar ambulance, politie erbij, maar... Ja, waarschijnlijk had dus normaal gesproken... Het was dus ook gewoon, hij werd niet lekker en het was ook echt gelijk, wij de muziek uit. Nou ja, in eerste instantie niet, maar nee. Ik dacht dat ze hem op gingen tillen naar buiten of zo, weet ik veel. Iets in die trend. En ik was helemaal gefocust op de tekst. En ik zie ineens een soort van iemand neergelegd worden voor mij. Maar ik dacht ook alleen maar, wat is dit toch klein, hè? Toen Hans hem optilde, dacht ik, het is echt een klein manneke. Ja, ondersteun mij. Ja, ik ondersteun jouw hoofd. En, nou ja, het was dus van verwarde toestand naar... letterlijk dit. En zo gauw als een doorgewassen wit t-shirt. Ken je dat? Als die zo gauw wordt. Ja. En... Hij kwam gelukkig uiteindelijk wel bij. Ja, ambulance wel, toen kwam hij bij inderdaad. Maar hij had dus normaal gesproken ontbijt hij. En dan gaat hij een soort van lunch, denk ik, in hun restaurant van hun... complex. Ja, complex inderdaad. Een soort van aanleuncomplex is dat. En dat had hij dus niet gedaan, omdat hij wist dat bij de receptie altijd gezellige frituurhapjes en gewoon... te eten komt. Hij heeft wel twee biertjes op, maar het eten heeft hij laten staan. En helemaal op het einde, toen hij dus al een beetje begon te warren, heeft hij al wat op. Dus ik denk persoonlijk zelf dat hij een hypo heeft gehad. Dus, of althans hypo, ja, als je dus geen suiker hebt, weet ik niet of dat ook een hypo heet, maar dat zijn suiker zo laag is geweest. Want hij begon echt gewoon wartaal uit te slaan. En het is vaak, als je dan een hypo krijgt, denk je, die is zo zat als ik weet niet wat. Zo blauw als een kanon. Ja, maar het is niet maar dat hij flauw is gevallen of zo. Ja, ik denk van wel. Tuurlijk wel. Maar als je flauw valt, dan val je toch ook gewoon... Hij zat gewoon op een stoel. Dan val je er gewoon neer. Ze stonden toch heel de tijd naast hem? Ja, dat is waar. Er was meteen actie. Ja. Daarom hebben ze hem meteen op de grond gelegd, omdat hij gewoon... Ja, hij werd al goed in de gaten gehouden door iedereen. Want het was een familiereunie. Dus ja, iedereen was... Het was wel... Hè? Maar het ging dus echt van party, feestje... dat wij aan het optreden waren, zeg maar. Naar laat het even rustig aan, dat This is the Moment. En toen dacht... Oom Joep, this is the moment.
Maar gelukkig was het niet de moment. Nee, inderdaad, gelukkig niet. Maar het was inderdaad wel zo van... want Hans die zei het later aflopen. Ook. Ik dacht echt wel eventjes dat hij er gewoon vandoor ging. Ja. Ja, maar uiteindelijk is het goed gekomen, toch? Toen de ambulance er was. Ja, nou ja, hebben hem meegenomen. En iemand deed dus zijn benen helemaal omhoog. En dat vond ik heel vreemd. Want ik krijg natuurlijk 2 keer per jaar BHV. En dat hebben we nooit... dat is nooit gepasseerd. Dus ik heb het even gegoogeld. En er staat inderdaad bij bewusteloosheid benen hoger dan het lichaam. Dus dat ga ik wel eventjes vragen. Ja. Ben ik wel erg benieuwd naar. Nou, uiteindelijk kwam die bij. En toen kon hij toch zelf lopen naar de ambulance. Dus hij stond op. En toen zei hij als eerste tegen degene voor hem. Mag ik deze dans van u? Tegen Roald, ja. Mag ik deze dans van u? Gelijk weer de humor. En ja. Even buiten in de ambulance nagekeken. Ja, en alles was goed. Uiteindelijk kwam hij gewoon weer lopen binnen. Dus toen kreeg hij even een staande ovatie. Ja. Hey, je bent er nog. En hij zegt, waar is de muziek? Ja. Zingen! Ga ze op. Dus boeien. Uiteindelijk konden we weer verder. Ja, dat was wel echt heel raar, hè? Ja. Nou, hij had het wel heel erg naar zijn zin, had ik het idee. Ja, hij vindt het fantastisch. Dat heeft hij altijd gevonden. Ja, maar iedereen had het heel erg naar zijn zin, wij ook. Ik vond het wel lastig om het weer even op te pakken. Ja, in ieder geval het zingen ook. Ja, echt waar? Is dit wat jullie willen? Oké. Okay. Nee, dat is goed. Als jullie het goed vinden, dan wij ook. En toen heeft hij zelf nog zitten dansen gewoon. Ja, hij heeft gedanst. Neef van mijn moeder, die heeft nog liedjes gezongen. Rob de Nijs. Ja, andere Rob de Nijs. Niet de Rob de Nijs. Ja, voor ons is het wel de Rob de Nijs. Onze Rob de Nijs. Andere Rob de Nijs. En ja. Hans uiteindelijk Malle Babbe. Ja, het was gewoon echt als vanouds. Wij doen dit namelijk echt al... ik ben 38 en toen deden ze het al. Dus dat is echt een traditie van ruim 40 jaar oud. Misschien wel 50 jaar bijna. En met het wegvallen toch van alle oud-tantes, van de zussen en broers van mijn oma, werd die club kleiner. En ik had het idee dat er dit jaar heel veel mensen waren. Nou ja, inderdaad. Maar het was gewoon. Het is dan wat lastiger om die traditie in stand te houden, denk ik, omdat de volgende generatie dan. Daar net zoveel zin in moet. Nee, nou ja, het begon natuurlijk bij die zussen. En die zussen zijn zussen. En dat is super hecht. En als dat dan uitmondt, en dat waren er 11 of zo. Als dan die neefjes en nichtjes en die dochters en die kindjes daarvan weer. En die komen ook al die jaren. Ja, die komen dus nog wel. Alleen ik ben dan 1, 2, 3. Eigenlijk de derde generatie. En dat versplintert dan gewoon. Ja, je ziet ook dat mijn directe nichtjes bijvoorbeeld, ja, die geven er helemaal niks om. Dus als die ook nog zouden komen, dan kom je toch al gauw bij mannen 15 tot 20 meer. En dan is het wel nog een behoorlijke club. Maar vandaag was het dus ook best druk. Dus dat was wel erg leuk. Best druk? Hallo? Het is gewoon super druk. Bijna iedereen was er. Het café was afgeladen, weet niet. Bijna iedereen was er. Ja, voor jou is dat normaal, maar het is echt... gewoon een heel café vol. Een neef en een nicht. Een best groot café. Ja. Nee, maar het was echt hartstikke gezellig. En ik dacht vandaag van, ik ga mijn doelen niet halen. Ja. Qua trainingsrol en of het trainingsring. Maar door al het harde gedans en gezing en gezweet, dacht ik, krijg nou wat, joh. Ik heb het alsnog gehaald vandaag. Toch met die trainingsrol weggewerkt. Ja, de trainingsrol weggewerkt, ja. Dus nou, dat is toch ook wel fijn dat ik denk, oh, nou. En we hebben niks genomen van de cake. Waar is die? En we hebben niks genomen van de chips. De borrelhapjes. De patat. Dat niet. Oh my god. Echt, we hebben het gewoon allemaal niet gedaan. Ja. Jessie is ook super lief geweest. Yes. Heeft zich eigenlijk super vermaakt met het biljart. Ja, en hij zei dus toen we net binnen waren, toen zei oma Anja van, kom je voor mijn schoot? En toen zei hij, nee, ik moet iedereen nog ontmoeten. Ja, super. Dus toen zijn we alle 50 man of zo afgegaan. Ja. om een handje te geven. Ja.
Ja, dat was heel erg lief. En er werd ook over hem ontfermd. Hè? Door, ja, daar hoef je je geen zorgen over te maken, inderdaad. Nee, nou ja, en echt, misschien nog een boeking. Dus wellicht binnenkort More Music. Ja, is gewoon hartstikke leuk. Het gaat gewoon fantastisch. Ja, we zijn wel top. Zijn we daarna nog even naar Anja geweest om toch nog even een soepje te eten. Ja, ik had ongelooflijk veel honger. Ja. Dus dat was heerlijk. En dan moet je nog anderhalf uur terug, ongeveer. Ja. Uur en een kwartier. En Jessie was helemaal oud. Die was hartstikke moe. Ja. En wit. En wij denk ook. Ik denk dat ik... ja. Knip. En ik... heb heel erg last van mijn onderrug. En nou weet ik niet of dat komt door de oefening die ik gisteren heb gedaan. Of dat ik gek heb gezeten in de auto. Maar echt, en toen ook nog dansen en zingen natuurlijk. Ja. Dus echt, ja. Ja. Nu ben ik net een oude oma. Maar verder gaat het goed. Dus ik hoop dat het morgen beter is. Nou, ik voel me ook stuk hoor, schat. Dus het is echt niet... Ja, niet alleen. Broken. Nee. Dat is niet gek. We hebben superveel gedaan. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat dit wel weer het einde is van deze video. Dit is het einde. Vooral een hele sportieve video, denk ik. Ja. Dus ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden om te zien. En we horen weer heel graag van jullie. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten als je weer een berichtje wil krijgen als er een nieuwe video online is. Ja. En dan zien we jou heel graag, graag bij de volgende video. Ciao! Ciao, 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 ciao.